sorry. Aku bising emosi, yo. Aku emosi. Kalau aku emosi banyak, aku udah tuh kelar aja nih, yo. Berkata, ik hoorde hem daar. Daar. Ik hoorde daar en daar hoorde en daar. Sorry, maaf. Ik hoorde daar en daar hoorden wij de ahai. Itu dia. Mati sana. Di ahai itu ketong punya ya. Baru nih. Di ahai itu van ons of niet? Precies, geen één andere bevolking lacht op die manier. Cuma orang Maluku saja. Cuma ketolong ketawa ahai. Ya toch? Benar gezegd, benar toch? Zullen we één keer met z'n allen doen? Eén keer met z'n allen, kato bisa kasi. Eén keer met z'n allen. Ja, ahai bisa, hè? Bisa toch met één keer met z'n allen. 3, 2, 1. Ahai! Sadar. Padis. Akapu padis. Sadar. Die ahai echt enak akan garing, hè? Akan garing, hè? Vooral daar die hoek. Die hoek daar akan garing, hè? Sadar. Ja, je hebt verschillende soorten ahais, hè? Je hebt niet maar één ahai, je hebt meerdere ahais. Toch? Niet alleen maar één ahai, nee, meerdere ahais. Je hebt bijvoorbeeld de ahai met juichen. Toch? Dus is die tante daar, die lacht met ahai met juichen. Vooral die tante. Die lacht, ahai, jippie! Toch? En die jippie is ook van ons. Niemand anders, alleen van ons. En dan heb je ook nog de ahai, de korte ahai. De korte ahai. En vaak lachen die tantes, die pittige Molukse tantes lachen op die manier. Ya yang pedis-pedis, tante yang tahu yang tante yang bilang nee itu tante gitu. Ya muka on weer itu. Muka on weer. Di tante di korte ahai di lakukan so van ahai. Ada potong boncis tuh, ada potong boncis di dapur tuh. Potong boncis, ada dengar cerita-cerita, ada dengar rodelen tuh di kerak di gereja. Rodelen terus orang lucu-lucu tuh kayak dan ada ahai muka straf. Dan heb je nog een ahai. Ada lagi. Heb ook nog de ahai, apa ya? Ahai gemes. Ahai gemes. Kakak, even, wat is ahai gemes? Gemes is zeg maar kayak, Denk cubi. Dan zit je naast iemand die lacht met de ahai gemes. Toch? En dan gaan ze lachen en kijken, ahai, my satin. Zie je dat? Ik heb het gezien daar. Ik heb daar ook gezien. Cubi. Pulang-pulang tuh belau, tuh sakit. Toko dengan air panas, minyak gosok. And yang laatste, itu ahai gevaarlijk. Ahai maki-maki. Kakak, wat betekent maki-maki? Maki-maki is vloeken, vervloeken natuurlijk. Voor de 3 Blanda's die hier rondlopen, zal ik even uitleggen wat maki-maki is. En daar komen natuurlijk alle ziektes en alle schoonmoeders voorbij. Maaf. Maki-maki. Je moet ook zo zeggen, maki-maki. Je kan niet maki-maki zijn, je moet zeggen maki-maki. Zo. Akan moet die galang komen, maki. Vroeger tot toen wij jong waren, nog steeds jong. Toch was het nog steeds jong. Ja, nog steeds jong. Vroeger toen wij jonger waren, dan was het standaard om op zondag naar de kerk te gaan. Dat was standaard, dat zat in jouw basispakket. Toch? Als je bent geboren, standaard naar zondag naar de kerk. Je doet geen andere dingen. Zondag, pigrit het pad, bagat ik maak pigrit. Standaard. Zit je in de kerk, zit een domina uit Ambon te preken, je verstaat geen reet van. En dan sommigen gaan ook Nederlands praten in de geiligheid. Doe dat niet. Naar de kerk, standaard. Naar opa en oma. Standaard. Naar de kerk ga je standaard naar opa en oma. Zit je speeltuin. Vier opa en oma. En daar horen wij ook de ahai maki. De tantes en de oma's zaten in de keuken. Waren ze aan het potong boontjes, rendang, akka, sintau, alles eten. De ooms en de booms die zaten bij de televisie in een studio sport, toen was voetbal. En de kinderen onder 13 jaar, die moesten altijd weg. Kinderen moesten altijd brankap weg, kerkhof brankap weg. Maar mama, ik heb paus, ik wil limonade. Limonade was puntai, brankap weg. Altijd weg, toch? Kinderen moesten altijd weg. Dus wij moesten vroeger ook altijd weg, naar boven op zolder spelen. Met de spullen die opa had, niks. En dan zaten we daar en beneden hoorden wij de ahai maki.
Ik zei tegen kaka, maar ik kutonturu. Kutonturu, en ik kutonturu, denk ik dat? Nee, kaka, niet jammer. Ze maar kutonturu, kutonturu, dapper, krooi al lagi. Nee, nee, kutonturu, maar brand, ik zei, brand. Turu. Brani. Turu, turu, trap ging. Die gang, pintu terbuka. Dan bleef oma ada, sika. En toen hoorden wij die, ah, maki. Even tussendoor. Gelukkig moeten elkaar altijd overtreffen, hè. Waar of niet? Moet altijd, je moet niet altijd... Maar bij ons, die kantoren GPM, maar die kantoren GIM, die moet altijd overtreffen, toch? Altijd overtreffen. Tababumu. Sing ada satu yang bilang, ja klopt, je hebt gelijk, ja. Ja, aku pulang, ja, jij gelijk. Nee, moet altijd tikam dulu, denk tantang dulu, toch? En na dat overtreffen, de ahai maki. Dus eerst overtreffen dulu, toch? Moest die, overtreffen dulu. Overtreffen, ahai, kawot, kimai, kimaki. Toen, muka hitam kaskadu satu. En toen wisten wij, daarom moesten wij naar boven. Dat was de reden. Heb je dat? We hebben... Even snel tussendoor. Ik vind het hartstikke gelukkig. We zijn hier met z'n allen. Daar ik het op smorgen touwen. Ah, hi, samoa. Nog één keer. Zullen we nog één keer doen? Wie zegt het? Nog één keer. Hoor. 3, 2, 1. En dan maandag op het werk tussen de blanda's. Ha. Sterk onder elkaar. Wie zegt het? Ja, en dan maandag bij de koffieapparaat. Ja, dat is waar. Klopt. Toen moet ik niet, joh. Sada. Hier zijn we echt dankbaar dat we vandaag op de Pelite Ouderendag mogen spelen. Waarin we heel veel mensen zien van de eerste en tweede generatie. Wij zijn zelf van de derde generatie. En wij zijn echt dankbaar dat we hier mogen zijn. En in het afgelopen 2 jaar hebben mijn broer en ik onze vaste banen opgezet om te mogen werken en in het theater mogen spelen. Afgelopen 2 jaar hebben we heel veel mensen naar het theater weten te trekken. We dachten dat we maar 5 keer zouden spelen. En uiteindelijk hebben we 40, 70 keer gespeeld en meer dan 20.000 Molukkers naar het theater gekregen. We zijn echt dankbaar voor jullie allen die naar de show is geweest en die nog niet is geweest. Volgende week spelen we voor het laatst. Maar het mooie is eigenlijk dat we wel eens vragen krijgen van... komen er ook veel blanda's naar jullie publiek? Ja, jullie komen er blanda's naar het publiek. Dat zijn vaak om Jan en om Henk, die al zoveel jaar met een Molukse vrouw zijn getrouwd. Of bijvoorbeeld tante Jeannette en tante Jolanda, die al zo lang met een Molukse man zijn getrouwd. Die dan ook een aantal Molukse woordjes kennen, toch? Een Nederlandse tante, toch? Die kennen een aantal Molukse woordjes, toch? Potongbontjes, laat je potongbontjes, die tent. Die tent, toch? Die tent met die tape en touw, toch? Die oranje zeil, toch? En kan het doen, Oejan moest je denk bezig, toch? Die water toch, moest je weghalen. Die kennen we allemaal toch, die tent. Die op zijn Molukse doet het zelf, maar hij kan altijd pizza maar maken, ja, dat moest je doen, denk ik. Zijn ze aan het snijden toch, die Nederlandse tantes, en dan zeggen ze... Nou, van dat snijden krijg ik wel een beetje lappar. Of de Nederlandse oom, nou, ik ga naar huis, ik ga naar Poulang. Maak het zo'n saaiang, kak, hè? Dat zei hij ook die drie blanda's. Voor die drie blanda's, die hier ook aanwezig zijn, applaus voor die drie blanda's. Applaus voor dat toch? Die zijn niet zo heel veel, die al 40 jaar zijn getrouwd. En toen we gingen toeren, hadden we zoveel mensen naar het theater weten te trekken. En waarom we dit werk doen en waarom we ook gewoon trots zijn dat we het kunnen doen, is omdat er in het theater weinig voor het Molukkers is. Zo nu en dan is er een Molukse theaterstuk. En Molukkers vinden het altijd leuk om bij elkaar te komen. Dat vinden we altijd leuk. Als er Oramati is, gaan we met z'n allen daar naartoe. En dan is het binnen allemaal rauwe zo. Maar buiten is het allemaal... Heel raar is dat. Maar kalau kita di sini sama-sama, kita bisa ketawa sama-sama, zijn we ook blij dat we dat in het theater kunnen doen. Want waarom moeten we wachten sampai ada orang mati? Waarom? We kunnen altijd, net zoals Pelita, 16 jaar, 17 jaar lang, doen we al dit, komen bij elkaar. Laten we nu echt van elkaar meer houden, want het kan zo voorbij zijn. Terima kasih. Kijk, beste man. Na die tour zei mijn broer, kom, we gaan op vakantie. Sadamana, katum pimaluk. Hey, Sadako toch iemand. Homeland. En dat gevoel voor de mensen die zijn geweest, is Samangat, hè. Dat gevoel als je naar Molukka gaat, is onbeschrijfelijk. Dat kan je niet. Dat is onbeschrijfelijk. Dan ga je eerst op je laptop, ga je tariticket. Tariticket. Maar je ziet verschillende prijzen. Je ziet eentje is 1000 euro, ander is 500 euro. 1000 euro rechtstreeks, 500 euro, 100 keer overstappen. Nou, dan maar goedkoop.
Laptop tuh tik 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 terus dapat macam itu kata e-ticket bisa print tuh e-ticket. Kayak printer so e-ticket kayak printer. En dan denk je, heb je die ticket in je handen toch? En dan denk je, tjoekar, de linksata! Zo voelt dat, hè? Zo voelt dat. Je zegt niet, maar zo voelt dat van binnen. En dan ga je naar huis toe, ouderlijk huis, ga je koffer inpakken. En koffer inpakken, als Molukkers op vakantie gaan en ze gaan koffer inpakken, dat gaat altijd gepaard met emotie. Als Molukkers naar Molukken gaan en ze gaan koffer inpakken, altijd denk emotie. Ze kunnen nooit normaal hun koffer inpakken. En dan staat je moeder in de deuropening. Maar pulang, joh. Ja, mama. Kalau pulang, hati-hati. Nanti, tak apa-apa, apa-apa. En dan ga je daarna, ga je naar beneden. En iedereen is aanwezig, hè. Vrienden, familie, kennissen, verre familie, kerkraad, wijkraad. En dan ga je binnen, het was mooi serieus. Het was serieus. Daarna ga je in Schiphol. Met 40 bussen. Iedereen gaat mee. Iedereen gaat mee. Je voelt je sterren, toch? Dan kom je aan op Schiphol. En dan stap je uit en dan denk je echt, ach, hoe lang in je hand, zappa. Zappa, zo voelt dat. Je voelt je sterren, toch? En dan loop je op Schiphol en dan kijk je om je heen. En dan denk je, sada, ik ga naar huis. Wij Molukkers, als wij naar Molukken gaan, zeggen wij, katopulang, wij gaan naar huis. Als je naar Spanje gaat, zeg je, ik ga op vakantie. Maar als je naar Molukken gaat, katopulang, waarom niet? Dat is waar, ja. Amen. En dan loop je op Schiphol en dan zie je ook een aantal andere Molukse gezinnen uit Nederland die ook op vakantie gaan. En de Molukse oom die op vakantie gaat, die herken je meteen. Echt waar, de Molukse oom die op vakantie gaat, gelijk, herken je gelijk. Waarom? De Molukse oom die op vakantie gaat, De Molukse oom die op vakantie gaat, heeft altijd. Hutas. Ah, ik heb het daar ook al gezien. Hutas. 1, 2, 3. Hutas. Leren hutas. En de oom die een beetje hip is, aan de zijkant. Toch? En vroeger had je geen uitzwaaien, dan kon je met mensen die vroeger zijn geweest, kon je helemaal meelopen. Weet je nog? Nu niet meer, hè? Nu op afstand. Toen je zwaaien, toch? En dat gaat ook altijd gepaard met emotie. Hé, jongen, jongen! Dat is wel een foto, dat is wel een jongen! Bedankt ook, dat is wel een foto, dat is wel een jongen! Sommigen gaan zingen! Die nemen een gitaar mee, Tifa tot de Buang, Foco, Jimmy van Martin. Dat is wel! Gaan ze zingen? Ja, jongen! Zie je elkaar, jongen, jongen, jongen! En jij bent maar 4 weken weg. Komt ik in Amerika je levenslange gevangenisstraf of zo? Ga je vliegen, toch? Vliegen. Abu Dhabi, Singapore, Jakarta. Op een gegeven moment ben je op Jakarta. En als je op Jakarta bent, dan weet je, ik ben dichtbij. Toch? Als je op Jakarta bent, dan weet je, nog een paar uurtjes. En dan ben ik op Maluku, Sadaab. Kom je aan op Maluku, gaat die vliegtuig, die moet, als je op Ambon gaat landen, moet je zo'n draai maken, toch? Zo'n draai moet je maken. Doe je het raampje doe je open, kijk je naar buiten. Pazir Putih, hè? Pohon Kelapa, de Blauwe Zee. Ja, tegenwoordig veel rotzooi, maar vroeger mooi. Vroeger was het mooi, Blauwe Zee. En dan hoor je de piloot. Zo, dat was het eraf. Je verstaat hier niks van. Ik denk, is goed, jong. Als ik gewoon landen, bye-bye, dan is het gewoon normaal. Die vliegtuig gaat landen, die landen. In één keer gaat die deur open, dan ben je op Maluku. En die hitte, net zo warm als hier, precies zo warm. Echt panas, kan je toch panas. Matilaku. En dan moet je wachten op je familie, hè. Dat is ook altijd mooi. Ga je zoeken. En mijn oom, de enige broer van mama, daar ben ik naar vernoemd, die riep mij op Molukse manier. Ja, ik hoor jullie denken, wat is dat nou, hè? Molukse manier. Als een Nederlander jou roept, is altijd duidelijk. Als een Nederlander jou roept, is altijd helder. Toch? Ik ben hier. Ik sta hier. Ik ben hier. Maar Molukse ooms die roepen niet zo. Die gaan staan zo bij die reling. Moet ik onleer hier? Moet ik hier? Maar zit er maar!
ik moet weer weg. Dan moet ik nog weg. En dan ook allemaal familie emotioneel, hè. Gaan ze huilen, toch? Zolang als je liet, hè. Met andere woorden, ik hoop dat je geld geeft als je weer naar Nederland gaat. Dat is de waarheid. Iedereen die is geweest, kent dat probleem. Gelijk rek je de oren. Ik heb die pa, Ampadita, of zo'n tekel Akasi, zo'n bankroet. En dan stap je de bus in, taxi. Maar het is geen taxi zoals wij dat kennen in Nederland, hè. Het is niet die taxi met die taxigeur. Dat is Bouwaki-geur. Die taxi is gewoon een busje met twee van die banken. En in het midden van die bus een box. Kan je bestaan, Kiri? Box. En er komt muziek uit. En de chauffeur, die heeft dan kretek, toch? Die Samsung. Die kretek zonder filter. Die kennen we toch? Die sigaret die duurt 3 dagen. Toch? Van Marlboro is zo 30 minuten abis, maar die kretek 3 dagen, toch? Denk koekie panjang, kiele koekie panjang, toch? Koekie panjang. Moet je een uurtje, ben je een uurtje onderweg? En dan ruik je de geur van de kretek. En dan ruik je de geur van de zee. En dan ruik je de geur van verbrand hout. En dan kijk je om je heen en dan zie je kinderen spelen met een fietsenband. En dan zie je tantes pisang goreng verkopen aan de kant. En je kijkt in het busje en je ziet alleen jouw familie. En op dat moment denk je bij jezelf, het kan mij nou niks meer schelen. Ik ben thuis. Dat gevoel is sada. Je denkt bij jezelf, ik hoef niet te praten, want ik kan je toch niet verstaan door die muziek. Dus diam saja. En dan ga je genieten. Ga je genieten. En dan kom je in één keer aan bij een Rumatua, ouderlijk huis. En daar staan ook allemaal neefjes en nichtjes op jou te wachten. En mijn neefjes en nichtjes hebben allemaal rare namen. Die kinderen daar van de vierde generatie, wie geeft die namen? Dan moet je hem zo fiet al wanneer, Magali. Ze zijn in een jongnamasapa. Namasaya ook. Ronald Reagan. Ronald Reagan? Belender satu sebelum tahun Ronald Reagan siapa tuh Ronald Reagan. Ini nyong siapa? Nyong siapa? Nama saya Om Novembri. Novembri? Ini lahir bulan November ya? Eh? Nah, bukan April, April Om. April. Sambilan April Om, sambilan April. Gila yo, hoe kan je nou zulke namen geven? Het is toch gek, op een gegeven moment ben je klaar toch met je naam. Ga je naar binnen. En het eerste wat aan jou vraag is, mom minum thee? 38 graden. Loko babuan en ospun thee. Krijg je thee met 18 scheppen suiker. En 12 mieren. En dan vragen ze nog, mo tambagula. Tambatampelen ja, als je nog een keer vraagt. Wij zaten daar, Ramee. Mijn neef zegt, Marie, katoepie, ronda. Nee, ik heb geen zin om te ronda. Katoepie maken, dan gaan we even naar een restaurant. Op die restaurant, Kini, zag ik een tante ongeveer in de 40 met een dochtertje van 11. Ademaka. Roedja. En dat kindje liet wat vallen, toch, van tafel. En die moeder, die reageerde op een manier die ik al lang niet meer had gezien in Nederland. De kind liet vallen en de moeder deed gelijk zo van, bang man! Ik dacht, sadaap joh. Oh lekker hè, doe het op een poekelkiedoe, sadaap hè. Memang sakit, maar doe het op een dies, maar ook lekker, sadaap, enak. Ik zei tegen tante, toch nog één keer, zo toch alleen lekker voor mij? Net ook bayar, brabadita. Nou heeft ze nog 4-5 keer voor mij gedaan, aan de moera toch, die is de moera toch. En dat heb je, verschillende gradaties van die ouders hè. Molukse ouders, ik kijk hier in de zaal. Veel tweede generatie, jullie zijn ook vast Spartaans opgevoed. Hè. Je hebt de ouder die direct reageert. Je de ouder die aan het tempelen, gelijk, direct. En dan weet je gelijk, oh ja, akusala, sorry pa, ja, sorry. En dan heb je ook nog de ouder die alleen maar kijkt. Itu yang jahat. Dan laat je wat vallen hier. Maar je weet, jouw ouder is daar. En als je kijkt, ngalabasa. En dan heb je de laatste ouder, die is Smirlaus.
Itu jahat ya. Gumar nyong, gumar latar paling nyong. Gumar. Gumar desa kapot makan gumar nyong. Gumar ditapet kapot makan. Ya, sudah. Mari, ketem pulang. Bas leh ke nyong ya. Kok leh ketem pi McDonald ya. Mari masuk, papa do the door open for you. Mari, mari masuk kan. Mari satu itu. Dan zit je in de auto en dan denk je, hey, hij is gewoon vergeten joh, wat je gewoon loopt. Helaas. Elke dag gingen we zo op vakantie. En als je dat soort leuke dingen doet, je gaat familie ontmoeten. Je gaat naar Pantelina Tsepa, je gaat naar Pantelina. Je gaat overal heen, Haruki, Shaproa, Serra, Nagia, je gaat overal heen. En dan gaat het echt snel. Laatste dag, brak aan, we moesten naar huis. Het werk gaat door, de hele familie, Antar. Sommigen waren niet gekomen, ja, die kregen geen geld hoor. Dus doen bilan kapal zakje, voor zakje, toch? Smoetjes, toch? Smoetjes. En we stonden bij Patimura Airport en we keken allebei om. En wij zagen alleen onze ooms en tantes. En er was maar één omaatje bij. En daar schrokken wij wel van. Want wij beseften ons dat we alleen maar naar de tweede generatie keken. Want die eerste generatie was al, was er niet meer. En als ik dan kijk naar hier in Nederland, dan zie ik gewoon heel veel van de tweede generatie. Naar de eerste generatie, Tamahari, Tamakura. En toen werden wij geraakt. We dachten van, oh jee, dit is die generatie die uit de verre Molukken kwam. Omdat dan door Sintao Papa, geboren onder de palmboom en begraven onder de appelboom. Sapa sangka, kutu bilang sapa sangka. Dua puluh hidup bisa jadi begini. Tweede generatie, dus die eerste generatie, land van herkomst. Tweede generatie, land van afkomst. Derde generatie, vierde generatie, land van toekomst. Wie bepaalt onze toekomst? Dat moeten wij toch zelf doen? En hoe kunnen wij die eerste generatie eren? Moeten wij treuren? We dragen ze elke dag mee. We hebben ze de afgelopen jaren te veel moeten wegbrengen. En sommigen zelfs van de tweede generatie hebben wij moeten wegbrengen. Maar we kunnen ze alleen maar eren door in de toekomst te investeren. Masa depan itu katung punya. Sada. We werden opgehaald door onze familie. En ik zag dat we ook werden opgehaald door alleen maar de tweede generatie. En we liepen verder met onze koffers en ik keek naar mijn ooms en mijn tantes en toen brak ik. Ik brak. Mijn hart brak. Want ik dacht bij mezelf, dat is de tweede generatie. Dit is de tweede generatie. Ik kijk hier om me heen. Ik zie veel van de tweede generatie. Ik zie zelfs nog een paar van de eerste generatie. Die tweede generatie, die kwamen hier. Sommigen die waren dan gewoon geboren op de boot. Die groeiden op in barakken. Kun je het voorstellen? Ja, die was er zelf bij. Met prikkeldraad. Je mocht niet integreren. Ik vroeg aan papa, hoe was het leven op de kamp? Papa Willem, het mooiste wat er was. Elke dag spelen, joh. We gingen elke dag met onze vriendjes spelen. Die tweede generatie, zoveel klappen gehad. Thuis spraken ze alleen maar Maleis, buiten het Nederlands. In de jaren 70 werden ze allemaal gediscrimineerd. Maar elke dag staan ze gewoon op. En doen ze gewoon hun ding, gaan ze naar hun werk. Ik kijk naar die woorden van vroeger. Rambut panjang, afro. Slank, bij de pijpen. Hoge broek, bloemetje achter de oor. Rambut ka-Indiaan. Sekarang botak. Chat saban hari, chat saban hari, chat. Hei, usik, 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 pakai chat yang mana? Usik pakai chat yang etos atau krepat? En daarom heb ik zoveel respect voor de tweede generatie. Ik zie hier zoveel. En dan voel ik mij heel erg rijk. Onze moeder is onlangs overleden. En zij komt hier altijd. Voor de mensen die haar kennen, weten. Elk jaar. Dank u wel. En net op de dag dat wij spelen is hij er niet. Maar jullie zijn er wel. En dat geeft mij heel veel hoop. En heel veel kracht. Heel veel kracht. Ik word emotioneel, maar dat komt. Ik vind het moeilijk om moeders te zien hier. Ik zie jullie dansen. Ik ben gelijk aan mama. Maar ik zie dat jullie met zoveel zijn. Dus daar ben ik niet alleen. En daarom zeg ik bij deze, zeg ik in mijn eigen taal. Dat komt nog harder aan. Met haar gakankam. Ik heb respect voor jullie allemaal. Terima kasih. Itu namanya emosi ya, emosi. Susah senang.
Ik wil nog één ding doen voordat we gaan. Ik wil opnemen. Katorang ahai dulu, hè? Supaya ketuk kirim di kuda mati. Misschien even in etappes of zo? Of gewoon allemaal tegelijk? Allemaal tegelijk. Oké. Okay. Voordat we afsluiten, willen we de organisatie bedanken, iedereen bedanken voor deze mooie dag. En wat we willen meegeven is... Kala atau menang, tetap hati senang. Kunnen we de ahai niet met z'n allen? Oké, doe dat. Op z'n allen hartst, gewoon voor iedereen die er niet meer is en voor iedereen die het mag horen, gaat ook ahai op drie, oké? Satu, dua, tiga. Ahai! Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tot de volgende keer. Amato. Amato.